Het staatsbezoek van president Roubadi Mourmou aan Suriname symboliseert de hechte historische band tussen Suriname en India. Beide landen onderhouden een sterke bilaterale relatie met wederzijdse voordelen. Volgens president Santokhi heeft de bilaterale agenda tussen de twee landen nog steeds het potentieel voor verdere groei en expansie. Het staatshoofd sprak op maandag 5 juni bij een ontmoeting op het presidentieel paleis. Een activiteit die vooraf ging aan het uitwisselen van voorafgetekende intentieverklaringen voor samenwerkingen op het gebied van volksgezondheid en de agrarische sector. In het kader van zijn opendeurbeleid heeft AWJ-minister Stephen McAndrew afgelopen donderdag Clea Konijnenberg van de Nederlandse stichting Crea Community Coaching ontvangen voor een bezoek waarbij van gedachten is gewisseld over jeugdwerk en het met elkaar samenwerken. In Amsterdam werkt ze al jarenlang succesvol aan buurtontwikkeling waarbij ze middels gerichte trainingen en coaching het welzijn bevordert van met name gezinnen met een Surinaamse achtergrond die in Amsterdam, Nederland wonen. Ze heeft naar haar zeggen intussen ook een aanvang gemaakt met het aanwenden van haar expertise en ervaring voor het bevorderen van het welzijn van de groep van de risicojongeren in ons land.